Goedenavond en van harte welkom bij mijn strategie nummer 4 voor snel lichaamsgewicht en beter nog lichaamsvet te verliezen. Dit is de derde video in de reeks. Heb je de vorige twee gemist? Helemaal niet erg. Je kunt ze opnieuw bekijken hier op deze pagina. Vandaag wil ik jou een inzicht geven. Ik wil jou iets meer achtergrond geven over dingen waar mensen wel iets over weten, maar niet genoeg om ervoor te zorgen dat ze er eigenlijk niet continu tegen zondigen. En dat is het volgende. Ik wil jou vandaag leren waarom jij jouw suikerimpact wil verlagen. Kijk, we zijn het er allemaal over eens dat suiker toevoegen aan je voeding, dat dat geen goed plan is. En dan heb ik het bijvoorbeeld over suiker toevoegen aan je koffie. Dat weet iedereen, oké. Maar waar ik het vooral over wil hebben vandaag zijn die verborgen suikers. Want wat heel veel mensen niet weten is dat er ontzettend veel suiker verborgen zit. In de yoghurts, in de koekjes, in de cakejes, in de reepjes. In de puddingsjes, in allerlei voeding. Alle geraffineerde, alle voorbereide voeding zit vol suiker. En daar gaat het over. Want kijk, heel vaak zitten die producten vol met fruitsapconcentraat. En dat is de hoogste vorm van fructose die er is. En ik vertel je straks waarom het net die vorm van suiker is die je niet in je lijf wil. Oké? En dan vragen heel veel mensen mij, ja maar Tanja, hoe zit het dan met agavesiroop? En hoe zit het met ahorn? En hoe zit het met kokosbloemsuiker? En hoe zit het met al die dingen? En hoe zit het met artificiële suiker, zoals aspartame en dergelijke? Wel, ze hebben allemaal hetzelfde effect. En ik ga het je zo meteen vertellen wat het doet. Het ergste wat je kunt doen, is je suikers drinken. In de vorm van, hou je vast, magere melk, fruitsap, dat is een suikerbom, hè, en fruitsapconcentraat. Die twee laatste zijn de ergste. Een uitzondering daarop is de shake, want als je shake gaat drinken, met wat koolhydraten in, suikers, dan heb je in die shake, daar heb ik het in de eerste video over gehad, over een combinatie met proteïnen aan de ene kant en met vezels aan de andere kant. En dan heb je een heel ander verhaal. Oké? Nu, om het allemaal goed te begrijpen, ga ik je uitleggen, wat doen suikers precies? Kijk, de meeste suikers die we eten en drinken, die komen in ons lichaam in de vorm van glucose. En glucose komt in ons bloed. En glucose gaat onze bloedsuikerspiegel verhogen. Bloedsuikerspiegel verhogen wil zeggen, we krijgen het signaal, we hebben gegeten. We zijn voldaan. Oké? Wat er dan gaat gebeuren, bloedsuikerspiegel gaat omhoog, ook de insuline gaat omhoog. Insuline is het hormoon dat we nodig hebben om die glucose als brandstof te brengen naar de spieren, waar het dan als brandstof verbruikt wordt. Nu, wat is het probleem? We verbranden niet genoeg. We eten veel meer koolhydraten dan dat we ze nodig hebben om als brandstof te verbranden in onze spieren. En wat gebeurt er daar dan mee? Wat geeft dan insuline als respons? Sla vet op. Want je lichaam denkt, oké, ik heb hier een overschot aan energie, weet je wat? Ik ga dat wat stockeren voor later. Want wij zijn geprogrammeerd niet op overdaad, maar wij zijn geprogrammeerd op tijdelijk vasten. Af en toe eten en dan weer geen eten. En daarvoor is ons lichaam fantastisch voorzien op dat reservemechanisme. Maar alleen dat slaat, wij hebben geen nood aan die extra reserves, dus dat slaat zich alleen maar om in vetmassa. Sterker nog, door telkens die suikerpieken en dalen te hebben, geraakt je lichaam op den duur insulineresistent. En wat je dan krijgt, is dat je je vet gewoon gaat vasthouden. Dus dan ben je nog verder af van je doel. Dat is wat de meeste suikers doen. Fructose gaat anders. Fructose komt niet in je bloed. Fructose gaat rechtstreeks naar je lever. En wat gebeurt er daar? Het kan maar alleen omgezet worden in vet. Dus vet wordt aangemaakt. Als je nu die twee gaat samenvoegen, glucose en fructose, denk aan fruit, denk aan fruitsap, denk aan fruitsapconcentraat, de twee laatste zijn de ergste, dan krijg je vet aanmaken en vet opslaan. Dat is niet wat je wil. Wees je daarvan bewust.
Je krijgt bovendien, als je dat doet, ook geen vol gevoel. Dat is waarom ik gisteren zei, of eergisteren, ik weet het al niet meer, dat als ik fruit eet, dat ik heel snel daarna honger heb. Fruit of zoet eten doet suiker eten. Dat is zo. Fruit, suiker in het algemeen, is 7 keer zo verslavend als heroïne. Hè? We zijn er allemaal aan verslaafd. Goed. Let op als je producten koopt waarop staat geen toegevoegde suikers of zonder toegevoegde suikers. Dat staat, dat zie je heel vaak. Kijk eens naar de ingrediënten. En daar ga je heel vaak zien opstaan dat het vol zit met fructose, met fruitsapconcentraten. En let op, suiker heeft heel veel namen. Weet dat alles eindigt op oze, dat is suiker. Dus wees daar attent voor, wees daar alert voor. Trouwens, de light producten zijn geen goede oplossing. Want wat gebeurt er als je nu bijvoorbeeld een light yoghurt gaat kopen? Een light yoghurt, wat doen ze? Ze halen er de vetten uit en dan is de yoghurt niet meer te vreten. Om de yoghurt dan lekker te maken, steken ze er suiker in. Hup, zitten we weer met die suikers. Mensen denken, ik wil slank, dus ik eet yoghurt. Meestal is dat helemaal geen goed plan. Ook artificiële suikers zijn niet de oplossing. Recent onderzoek heeft aangetoond dat wie light frisdranken drinkt, een grotere vetopslag krijgt rond het middel dan iemand die gewone normale frisdranken drinkt. Dat is een reden om het niet te doen. Bovendien gaan artificiële suikers, want dat is dan wat erin zit, in die frisdranken, gaan de slechte bacteriën in onze darm voeden. Dus we krijgen meer en sterkere slechte bacteriën in onze darm. En dat gaat ervoor zorgen dat je darm, want daar is waar je voeding wordt opgenomen, meer calorieën uit je voeding gaat halen. En dus krijg je weer meer omzetting naar vet. Ook weer een reden om dat niet te doen. Naast nog tal van andere nadelen die artificiële suikers hebben. Kijk, weet dat artificiële suikers 300 keer zo zoet zijn als gewone suikers. Dus als je weet dat suiker eten, suiker doet eten, dan wil je dat gewoon niet. Dan wil je dat echt niet. Dus dat is mijn boodschap voor vandaag aan jou. Wees er je van bewust wat suiker doet in je lichaam. En ik merk het heel vaak, ook bij mijn klanten. Ze doen absoluut om goed te doen. En de reclame heeft ons miskweekt. En onze mama's die het vroeger, die nog altijd, onze mama's hebben het altijd goed voor met ons. Maar al helaas baseren zij zich op inzichten van vroeger, die ondertussen achterhaald zijn. Bijvoorbeeld dat je veel fruit moet eten. Je moet helemaal niet veel fruit eten. Je mag fruit eten. Fruit is goed, maar je moet fruit kiezen met een lage suikerimpact. Daarom dat ik altijd spreek over bessen of een appel. Gisteren vroeg iemand mij, ja, ik mag toch een banaan in mijn shake doen? Ja, kijk, van mij mag je alles. Maar als je wil afslanken, als je lichaamsvet wil verliezen, dan ga je geen banaan in je shake doen. Want banaan bevat 17 gram suiker. Een gemiddelde banaan. Dat is keiveel. Als je daarna natuurlijk een marathon gaat lopen of je gaat 100 kilometer fietsen, dat is weer wat anders. Want dan heb je weer die glucose nodig die in je spieren zit om als energie te verbruiken, zie je? Dus daar wil ik je echt voor waarschuwen. Lees etiketten en ga op zoek naar die verborgen suikers en laat je er niet aan vangen. Want ze maken dat je meer lichaamsvet gaat aanmaken en vasthouden. Oké, ik denk dat het duidelijk is. Ik ga even kijken of er vragen zijn. Mirella, hey. Een serieuze boterham. Ah, is je zus aan het kijken. Hey Jurgen. Hi. Sinder. Oké. Okay. Ja, zeg wel. Oh. Ah, ik zie het. Mirella heeft haar zus uitgenodigd. Dag zus van Mirella. Hallo. Even kijken. Heb ik nog vragen? Ah, hey Angus. Zo klaar als een klontje. Ja, hè. Godverdekke toch. Weet je, ik vind hè. Ze zouden dit in scholen moeten onderwijzen. Alleen de scholen, ze weten het zelf niet. En het erge is, je dokter gaat het ook niet vertellen. Dus iemand moet het wel vertellen. Kijk, en ik ben op weg om 100.000 Vlamingen te helpen aan een fitter, gezonder en slanker lichaam. Dus hé, hier ben ik met interessante info voor jou. Als het waardevol is voor jou, doe er iets mee
als het waardevol is voor iemand anders, deel het, tag het. Ga je gang. Oké. Dag Riet. Hey. Zijn er nog? Ja, Katja. Ik heb na mijn lunch, middag, drang naar suiker. Ja! Dat is omdat je te veel koolhydraten eet. Waarschijnlijk. Dus als je daar je maaltijd gaat samenstellen. Ten eerste, het is ook vaak een gewoonte. Hè? Maar ten tweede, dat gaat net over die suikerpieken en dalen waar ik het er net over had. Als jij je maaltijd laat bestaan uit voornamelijk... Sorry, ik ben een beetje verkouden. Voornamelijk koolhydraatrijke voeding. En dan heb ik het over patatjes en rijst. Maar ook tomaatjes en pompoen. En paprika. Dat zijn allemaal, en worteltjes. Dat zijn allemaal lekkere dingen. Maar dat zijn allemaal suikerbommetjes. Dan gaat je suikerspiegel toink omhoog. En dan na een tijdje poing, weer naar beneden. En dan zegt je lichaam, ik heb suiker nodig. Weet je wat je dan kunt doen om je lichaam dat af te leren? In plaats van suiker te geven, geef vet. Eet dan eens een geplette halve avocado met een beetje peper, een beetje koriander erbij en een beetje cayennepeper, dat stimuleert de vetverbranding. Een beetje citroen of limoensap. Plet dat even, eet dat op en je gaat merken, het gaat direct over. Of eet een beetje noten. Eet bijvoorbeeld riet, 5 paranoten, brazilnoten, dat is goed voor je selenium, dat zijn goede vetten. Dan ga je onmiddellijk geen zin meer hebben in suiker. Dat is de truc. En natuurlijk moet je het ook voorkomen door een goed uitgebalanceerd bord te hebben. Maar daar komen we later op terug. Ze beginnen toch al frisdrankautomaten weg te halen op school. Ja, goed nieuws, hè? Super. Ja. Ja, hey, Riet. Even kijken. Oké. Je bent het altijd met me eens, hè, Riet. Hey, you rock. Oké. Super. Even kijken. Mario is heel volgzaam en doet wat. Angus, ben jij zijn coach? Is gehoorzaam. Oké, even kijken. Ik scroll even hier om te kijken of er misschien nog, vragen zijn. Oké. Hey Liesje, hoe is het? Zeg, trouwens, vetopslag na het eten van suikers, koolhydraten, ga je natuurlijk... Kijk, koolhydraten moet je eten in functie van je beweging. Als je veel sport, dan kun je wat meer koolhydraten aan. Snap je? Want dat is rechtstreeks brandstof voor je spieren. Maar als je wil afslanken, ja, dan moet je daarvan dat mechanisme gebruik maken om ervoor te zorgen dat je lichaam een vetverbrandmachine wordt in plaats van een suikerverbrandmachine. En daar moet je mijn strategie voor toepassen en dan gaat het jou lukken. Zeg, morgen ben ik er opnieuw om 8 uur met een volgende strategie. En dan gaan we het hebben over die beweging, want ook die is zo belangrijk. Maar ik heb heel goed nieuws. Ik heb heel goed nieuws. Dus kijk morgen terug om 8 uur, live of uitgesteld, kan altijd. Om weer meer iets te leren over hoe je snel, gezond, lichaamsvriendelijk kunt afvallen. Vet verliezen, want daar gaat het over. Ik wens jullie een fantastische avond en ik zie jullie heel graag snel terug. Take care, bye bye.